dan staan de interlands voor de deur. Huntelaar is niet opgeroepen door Ronald Koeman, snapt u dat? Ja, dat kan ik wel ergens voorstellen. Kijk, ze willen nu kijken naar een nieuw Nederlands elftal. Nou ja, dat moet ook wat ouderen en wat jongeren zijn. Dus ja, ik denk dat Ronald daar wel goed oog op heeft. En dat hij eerder toch weer een team heeft staan wat voor Nederland heel belangrijk is. Maar hoort Huntelaar nu niet bij de drie beste spitsen van Nederland? Ja, ik ben een Huntelaar-fan. En hij scoort ook veel? Ja, iets te weinig de laatste tijd moet ik zeggen. Want normaal is hij dodelijk voor de goal. Dat is ietsje minder. Want als hij dat wel was geweest, was hij nu al bijna topscorer. Ja, dan had hij die gouden schoen in de tas. Ja, dat had ik hem al gebracht van de week. Er was ook een hoop te doen over Masraoui, om zijn keuze voor Marokko in plaats van Nederland. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, voor Nederland is het jammer hè, dat zo'n speler... Maar goed, hij heeft de keuze. Hij is de voetballer. Dus ik vind dat ieder mens zelf mag bepalen wat hij wil. Maar het is wel jammer voor Nederland zelf al. Ja, misschien wel, ja. En dat, maar ja, hij heeft die keuze gemaakt, dus ik ga er niet tussen zitten. U gaat hem niet een keer aantikken en zeggen van, hé, Noes, wat doe je nu? Dat zal ik nooit doen, nee. Hey, dat is hij zelf baas in, hè.